Hallo iedereen, welkom of welkom terug op mijn YouTube kanaal. Ik ben opnieuw op mijn eiland waar ik een Wally eiland ga maken. En ik heb opnieuw mijn ruimtepak aan om te kunnen ademhalen op deze planeet die helemaal vervuild is met al het afval. Vandaag ga ik een by and large maken. By and large is eigenlijk het bedrijf dat de hele wereld heeft overgenomen. En ik ga hier een gigantische winkel maken met, nou ja, hier een parkeerplaats en zo. En ik heb hier al een cliff gebouwd en aan de zijkant komen dus allemaal van die afvalstapels die ik nog een beetje uit moet werken en zo. Dus hier komt de grote winkel en je kunt hier zelfs naar binnen. Dus als je ook met al die 2.0 nieuwe meubels ook een winkel of een supermarkt of zo wil maken, dan heb je misschien wel iets aan deze video. Ik ga een heleboel van dat soort items gebruiken en de belangrijkste is deze die ik nu gebruik. Die heet de brede vitrine en zoals je kan zien heb ik hem gepersonaliseerd met het By and Large logo. Ik vind deze ideaal om te gebruiken voor gebouwen omdat ze hoger zijn dan de verschillende kliffen, zeg maar. Dus als je hem voor een klif zet, dan steekt hij echt nog een heel stuk daarboven uit. En dan kan je hele handige gebouwen mee maken dus. Je kan dus via de zijkant het gebouw in. En hier wil ik een beetje een soort van hoekje maken met een balie. En verder wordt het gewoon dus een beetje een soort supermarktachtig idee. Maar dan zo'n supermarkt waar ze ook kleding verkopen en allerlei andere dingen verkopen. Hoe groot je de binnenkant maakt hangt natuurlijk helemaal af van wat er allemaal past op je eiland. Ik heb niet super veel ruimte meer over, maar ik wilde toch heel graag deze winkel maken. En ik heb met scheidingswanden zeg maar het logo gemaakt. Je kunt allerlei soorten items gebruiken om nog op de bovenkant bijvoorbeeld iets meer variatie te maken in hoe het gebouw eruit ziet. Zodat het niet één groot wit blok is. Er zijn verschillende items die je daarmee ook kunt gebruiken. Ik heb nu de scheidingswanden dus gebruikt. Maar het is ook een beetje experimenteren. En met iedere soort winkel is het misschien ook weer anders. Maar dit is hoe mijn winkel eruit ziet aan de buitenkant. Ik ben er erg tevreden over. Want ik heb natuurlijk expres de ramen aan de bovenverdieping deze kant op gedaan. Zodat er ook licht doorheen komt als het donker is. Waarschijnlijk tegen de tijd dat deze video af is, is het ook wel een beetje schemerig. Dus dan kunnen jullie misschien zien wat ik bedoel. En verder ga ik het gewoon overal decoreren. Ik wilde heel graag zo'n plek maken waar je winkelkarretjes kan pakken en terugzetten. En dan heb je al dus een hele rij van winkelkarretjes. Ik kan ze allemaal nog rood maken, dat ben ik wel van plan. Maar dan moet ik eerst nog wat aanpassingspakketten zien te verzamelen. Want die zijn een beetje op. Ik heb er al te veel gebruikt. Maar deze winkelkarretjes zijn er dus in verschillende kleuren. En je kunt ze aanpassen hoe jij het wil. En ik vind dat heel erg handig. Want bij iedere soort van supermarkt is er meestal een soort van kleurenpatroon ook. Dus dat komt goed uit. En ik heb daarom ook voornamelijk rode items gebruikt. Met de decoratie hiervan. Dus overal, als er een rode versie van was, dan heb ik daarvoor gekozen om het een beetje één geheel te maken. En aan deze kant heb je dus de ingang, maar ook wilde ik hier een soort van magazijnplek maken. Waar dan alle spullen gebracht worden met van die vrachtwagens. En het is natuurlijk een hele goede gelegenheid ook om zoveel mogelijk troep weer neer te zetten. Want normaal gesproken als ik op een ander eiland zo'n soort supermarkt of een winkel zou maken, dan zou ik het niet zo'n zootje maken. Maar dit gaat natuurlijk, eigenlijk gaat mijn hele eiland om een zootje. Dus ik zet overal gewoon dozen neer en spullen neer en dat soort dingen. Als je zelf op je eiland dit maakt, dan zou ik het misschien wat netter houden of zo. Maar ik vond het heel leuk om ergens zo'n vrachtwagen neer te zetten. Misschien dat ik ergens nog een tweede vrachtwagen kwijt kan. Alleen, ja goed, die heb ik dus ook niet. En ze zijn behoorlijk duur om te kopen. Dus dat komt misschien later nog. Of misschien vind ik het eigenlijk wel goed zo. Dat zijn een beetje nog dingen die ik later nog echt ga afmaken of niet. En ik wil nog bedenken wat ik eigenlijk hier met dat strandje kan. Want ik heb expres strandje nog bereikbaar gehouden. Maar ik weet eigenlijk niet wat ik ermee moet. Dus dat is nog een beetje een vraagteken. Want ja, ik heb hem dus
speciaal vrijgehouden, maar het is wel een eiland waarvan ik niet zo goed weet wat ik met de stranden moet doen, behalve volzetten met troep, zoals de rest eigenlijk van het eiland er ook uitziet. Maar ja, dat is niet heel erg inspirerend voor zo'n specifiek klein stukje strand. Dus wie weet hebben jullie ideeën, laat het dan vooral weten in de comments, want dan heb ik daar misschien nog wat aan. En ik heb ook voor deze video nog een stukje bloopers aan het einde geplakt. Omdat er een heleboel dingen steeds fout gingen. En die moest ik er allemaal uitknippen. Maar ik dacht, ik verzamel ze voor jullie. Voor degene die na deze video nog meer wil zien van wat er dus allemaal mis is gegaan. Hier op de parkeerplaats moeten natuurlijk een heleboel auto's komen en ik ben vooral heel erg fan van die witte, waarvan de motorkap zo helemaal open is en hij ziet er vies uit en oud uit. En ja, dit eiland wordt eigenlijk ook al jaren niet meer gebruikt door de mensen, omdat die allemaal in een ruimteschip zijn gegaan naar de ruimte om te ontsnappen aan de rommel van de wereld. Zoals ik net ook al zei, wil ik hier eigenlijk een beetje een soort van klantenservice-achtige balie maken. En hiernaast dan ook weer zo'n rij met winkelkarretjes, deze is trouwens wel rood, die daar zo staan om te pakken. En verder wil ik gewoon de winkel vullen met spullen die je kunt kopen en zo. En zoals ik al zei, het is een supermarkt, maar ook kun je er dus kleding kopen en misschien ook wel meubels en dat soort dingen. Het is een beetje meer zo'n soort allround winkel. Ik heb hier het afruimstation gebruikt als een kassa. Het is natuurlijk niet officieel een kassa, maar ik vond het toch wel een beetje de sfeer hebben van een kassa. Dus ik heb het maar gewoon zo gedaan. Door de lopende band ervoor is het natuurlijk heel erg duidelijk dat het gewoon een kassa voor moet stellen. En af en toe vind ik het ook niet erg om items te gebruiken waar je een klein beetje creativiteit voor nodig hebt om te kunnen zien wat de bedoeling is. Dus dan vind ik het prima om het op deze manier te doen. Ik vind het vanaf de achterkant toch echt heel erg lijken op een kassa. Als dit op een ander eiland zou zijn waar ik dus niet specifiek een bepaalde wereld wilde maken, dan zou ik zeker gebruik maken van bomen en van heggen om de supermarkt een beetje sfeervoller te maken, maar dat kan ik nu niet doen, want op deze versie van de aarde zijn helemaal geen planten meer. Dus ik kan nergens planten gebruiken en ik probeer ook zo min mogelijk hout te gebruiken in mijn bouwwerken en zo, omdat er natuurlijk ook al een tijdje geen bomen meer zijn. En verder ga ik gewoon deze hele omgeving volgooien met losse winkelmandjes, losse winkelkarretjes, fietsen natuurlijk van mensen die gewoon even snel iets komen halen en dan niet zin hebben om hun fiets ergens in een fietsenstalling te doen, maar gewoon tegen de muur aanzetten van ik kom zo terug, dat maakt helemaal niet uit. En ik vind dat als je dat soort dingen als decoratie gebruikt, dat het er dan echt een beetje levendig uitziet, alsof het echt gebruikt wordt en zo. Natuurlijk is dat in mijn geval niet helemaal waar, want de mensen zitten dus allemaal in het ruimteschip en zijn helemaal niet hier nog aan het shoppen of zo. Maar goed, dat is een beetje een apart geval natuurlijk. Deze hekjes vind ik heel erg handig omdat je ze helemaal op een rand kan zetten en dat je dan nog veel ruimte hebt voor decoratie. Dus die zijn een tip, zou ik zeker gebruiken als je wat ruimte tekort komt en graag toch hekjes wil gebruiken. Er zijn dus een heleboel van die nieuwe items daarvoor. Dit is de veiligheidsreling en je hebt ook een stalen hek item wat je daar goed voor kan gebruiken. Maar er zijn er nog meer, dus ik weet niet of jullie inmiddels al alle nieuwe items verzameld hebben, maar ik heb het idee dat ik er echt nog een heleboel nog nooit gezien heb of nog nooit vastgehouden heb, dus nog niet in mijn spel heb en zo. Maar ik vind wel echt dat met die 2.0 update dat er zoveel nieuwe items zijn gekomen, dat ik persoonlijk weer echt een hele inspiratieboost heb gekregen. Om bijvoorbeeld ook dit soort dingen te maken, een supermarkt, wat zou ik normaal gesproken echt nooit gedaan hebben. Omdat je dan zo weinig daarvoor had dat het dan helemaal niet realistisch eruit ziet. En als die brede vitrine er niet was, dan zou ik sowieso hebben gedacht van laat maar zitten. Maar die is dus echt heel erg handig voor als je een stadeiland wil maken, op wat voor manier dan ook.
En er moet natuurlijk overal weer vuilnis komen. Want het is niet voor niks dat de mensen allemaal naar de ruimte zijn gevlucht. Ik vind dat trouwens wel een heel erg grappig verhaal. Wat ze in Wall-E dus gebruikt hebben. Dat de mensen zoveel afval hadden dat ze niet meer wisten wat ze ermee aan moesten. En dat het eigenlijk niet meer leefbaar werd voor de mensheid. En ze dus, dus letterlijk zijn gevlucht naar de ruimte. Zodat ze hier de aarde een beetje op konden ruimen. En dat ze daarna weer terug konden komen. De meeste van dat soort dystopische dingen zie ik niet helemaal gebeuren. Maar deze eigenlijk wel. Omdat de mensheid zo achterloos omgaat met... met afval en met dingen weggooien die je eigenlijk gewoon opnieuw kunt gebruiken en zo. Dat dit best wel een realistisch scenario is. Misschien niet echt hoor. Misschien is dat alleen maar iets wat ik een beetje in mijn hoofd heb. Maar het voelt in ieder geval alsof het een realistisch scenario zou kunnen zijn. Ik ben hier nog wat extra spullen aan het toevoegen in de winkel. En ik wil heel graag hier een balie maken, maar ik had nog niet de juiste spullen daarvoor verzameld. Dus ik heb voor nu maar eventjes deze tafels neergezet. Er zijn misschien nog wel wat dingen die ik later ga toevoegen aan de winkel om het echt nog helemaal af te maken. Maar zoals jullie inmiddels wel van mij gewend zijn, ben ik niet altijd super goed voorbereid op dit soort bouwwerken. En zijn er altijd nog wel dingetjes die nog niet helemaal af zijn. Ik denk dat jullie dat inmiddels wel gewend zijn en dat jullie niet meer verrast zijn om dat te horen van mij. Als jullie dat heel storend vinden, laat het dan ook vooral weten, want dan zal ik mijn best doen om iets meer geordend aan de slag te gaan, maar ik ben daar niet zo heel erg goed in. Dus vandaar, ik ben altijd een beetje chaotisch als ik dit soort dingen doe. Ik vind al dat ik heel erg goed dingen heb voorbereid in dit geval, want ik heb echt wel de spullen die ik echt nodig had, heb ik wel echt verzameld ervoor. En ik denk dat het inmiddels wel een beetje af is. Ik heb hier een soort van uitkijkpunt waar je een beetje een overzicht hebt van de supermarkt en hoe het eruit ziet. Ik ben er wel wat tevreden over, eerlijk gezegd. En dit is hoe de rest eruit ziet. Ik vind het heel erg leuk dat ik zo'n soort van magazijn heb bedacht en zo'n vrachtwagen die dat dan gaat vullen. En ik vind wel dat ik nog veel meer troep hier neer kan leggen, maar ik moet dus gewoon weer wat nieuwe items gaan verzamelen daarvoor. En dat is niet altijd even makkelijk. Ik moet ook nog bedenken wat ik met deze rand hiervoor doe. Ik denk dat ik daar gewoon een heleboel dozen en troep weer neer ga zetten. Want dat is een beetje de manier waarop ik mijn hele eiland ga opvullen met alle plekjes die nog niet helemaal af zijn, maar waarvan ik ook nog niet zo goed weet wat ik er dan mee moet. Dat is eigenlijk wel handig. En dit is hoe het er aan de binnenkant uitziet. Ik vind dat het heel erg mooi wordt. Er zijn nog een aantal dingen die ik er dus bij ga doen. Maar in mijn hoofd heb ik best wel al een beeld van hoe het er dan uit gaat zien als ik die dingen erbij heb gezet. Dus een echte balie en wat meer winkelkarretjes nog. En misschien hier nog een extra rij met die kledingrekken of zo. En dat was het dan eigenlijk. Dit is mijn supermarkt geworden. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden om te zien en dat jullie het inspirerend vonden en misschien zelf ook zo'n soort van winkel gaan maken. Laat het dan vooral weten ook in de comments of het je gelukt is of niet. En dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. Doei doei! Boom.